Alright, en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van dit kanaal. We zijn terug in het online rondje. En zoals je kan zien, zijn we weer in een klassieker. Het is de Amstel Gold Race vandaag. Het is de laatste klassieker die op het menu staat voor dit rondje. We hebben nog één tijdrit hierna en dan nog twee bergritten. En nieuws, Argentinië is nog altijd de leider. En hopelijk kunnen we dat vandaag vasthouden. Dat zou een ongelooflijk mooie stunt zijn. We zijn met Joho en Buffy in de aanval in Amstel Gold Race. En de bedoeling is eigenlijk, Buffy is onze sprinter, om die te laten overleven en eventueel nog in het peloton of zelfs in de vroege vlucht te laten aankomen in de eerste groep om dan mee te kunnen strijden voor de zege. Aangezien dat het parcours van de Amstel Gold Race veranderd is en de Kouberg veel vroeger in het parcours ligt dan vroeger. Dat zijn we dus aan het proberen. Ondertussen zijn we hier in het peloton, waar een kleine glitch gebeurde. En we zijn daar aan het kijken hoe dat we de Amstel, of de Kouberg liever, die we, voor de, die we nu aan het beklimmen zijn, overkomen. En dit is de steilste heuvel, de Keudenberg. De steilste heuvel liever van de Amstel Gold Race. En ook daar blijft Buffy. Hij loopt wel ferm leeg, maar hij blijft er wel aan hangen. Serrano is leeg, er lossen een aantal mensen in de vroege vlucht. Maar voorlopig zit Buffy er nog altijd bij. Onder leiding van Joho. In het peloton is er een iets grotere slachting aan het gebeuren. Daar hebben we nog Ries Argentin en een lege Jarman zitten. Maar die Jarman zal het wellicht niet lang volhouden om in het peloton te blijven. Maar we trekken nu ook zelf door met Ries om een aantal mensen eraf te schudden. We zijn nu op 20 kilometer van de streep. Er is 3 man weggereden van de vroege vlucht. En Joho moet alles wat er nog in hem zit, eruit rijden, om het team niet de vlucht te laten wegrijden. Maar zoals je ziet, 30 seconden, dat is natuurlijk vrij veel. En wie gaat het anders dicht rijden? Dus demareren we maar met Buffy. Omdat niemand anders het toch dicht rijdt. We zijn nu naar die 3 vluchters toegereden. En we gaan nu richting de Kouberg. De laatste keer de Kouberg, dus op 18 kilometer van de streep. Ondertussen ook zien in het peloton dat we daar lukken. En we zijn nu daar gaan we nu, de Kouberg. We waren aan de voet, we zijn er nu op en ze komen hier stil aan teruggereden. We hebben WMX, UCV en Tosh met Izagirre, die voluit de leiding neemt en probeert door te trekken. En Buffy, alles op alles zetten. En hopelijk blijven we erbij en dat lukt zo goed als. Izagirre, klein gaatje nog, maar dat wordt nu dichtgereden. En we zijn nog met 7, waaronder Buffy, dus Buffy heeft dat voorlopig nog altijd perfect gedaan. Joho is ondertussen gelost met nog andere mensen. En we zijn nu hier in de peloton die ook de Kouberg gaat oprijden. Met nog Ries en Argentin die het voorlopig ook goed doen. En Buffy op 40 kilometer van de streep. En daar gaat Izagirre. En dan moeten we natuurlijk op elke demarrage op direct in het wiel springen met Marie. Die gaat mee. En dan is Buffy eigenlijk net te laat vertrokken. Ik wou een tegenaanval doen, maar net te laat. En hij gaat nu het gatje dichtrijden. En zo heeft hij weer al die geneutraliseerd. Hopelijk komen er niet te veel aanvallen. Want zoals je kan zien, een aanval doen is nogal redelijk zwaar, kost nogal redelijk veel krachten. We zijn nu nog altijd met 3 weg, ondertussen met 4 op 6 kilometer van de streep. En Wezenman van WMX UCV staat nog op het punt om terug te keren. Maar dan moeten we natuurlijk zelf met... zijn terug zelfs. Maar we moeten natuurlijk met Buffy het tempo bepalen, want iedereen kijkt naar ons. De beste sprinter die er nog bij zit bij deze 6, want ondertussen is er nog 1 gasje extra gelost. Op 5 kilometer van de streep. Joho is ondertussen ingehaald door het peloton en zal nu een soort van treintje maken voor de mensen in het peloton. Ondertussen zit Buffy nog altijd mooi tempo te maken. En hopelijk wordt er niet meer aangevallen, want dat zou natuurlijk vrij jammer zijn. Want we zitten niet meer vol met Buffy. Op 3 kilometer van de streep, daar komt Izagirre naar de kop. De Gorka, niet Jon, maar Gorka, voor alle duidelijkheid. En dan gaan we in zijn wiel zitten. En als hij dan aanvalt, dan zitten we in ieder geval in zijn wiel. Joho is zo goed als leeg, dus nu moet Bjarne Ries komen, 3 kilometer van de streep. Zit hier met Buffy op 1,5. Daar komt Wezenman nu naar voren, maakt zich klaar voor de sprint. Ik ga hem volgen in plaats van Izagirre. Maar Wezenman harkt. En dan nog 700 meter, Buffy zet aan. En Buffy gaat makkelijk de Amstel Gold Race winnen. En weer een overwinning voor team Portan. Fantastische overwinning voor Pinot en Gorka Izagirre. En hier in het peloton wordt nog gesprint. Kan Argentin nog de pelotonsprint winnen? Daar komt Jalabert en die pakt hem voor Argentin en Bugno in het peloton liever. Dus ze waren tweedes geweest als de vroege vlucht niet voorop was gebleven. En dan gaan we verder naar het algemeen klassement. Zoals het er nu uitziet. 4 minuten voorsprong
op Ulrich. En hopelijk kunnen we dat vasthouden in de tijdrit waar we nu in zitten. En het is een tijdrit van een vijftiental kilometer. Met een heuveltijdrit. Want het is moment op een klim op het einde. En hopelijk verliezen we niet te veel tijd op Jan Ulrich. Want die heeft veel meer tijdrijden dan Argentin. Voilà. En onze eerste man is aan onderweg. Hier komt Caballo. Die heeft 73 klimmen, 78 tijdrijden. En zet voorlopig de zesde tijd neer. Hier komt ook Furlan. Die heeft 73 klimmen ook en maar 66 tijdrijden. Dus die zal het normaal gezien iets slechter doen. Als klopt. Hier komt ook Jarman. En die is er niet zo ver achter gestart. Voilà. En zoals je kan zien, het is nog wel een vrij steile klim. 6%. Furlan was 16e. Ze heeft inderdaad een tragere tijdrit dan Caballo geleden. Hier komt Jarman. Die heeft 71 tijdrijden. Die wordt derde op 26 seconden. Voilà, hier is het vertrek van Bjarn Ries. En hopelijk kan die een mooie tijdrit neerzetten. Hier is Joho. En hier is Bjarn Ries. Die heeft ook redelijk wat tijdrijden liever. Hier komt Joho. 74 klimmen, 66 tijdrijden op 36, op 1 minuut 31. En hier is Bjarn Ries aan de laatste 500 meter. Welke tijd zet die neer? Staat ondertussen al op 21 minuten, omdat hij zwaar moest knechten. In alle valpartijen. 76 tijdrijden levert hem een voorlopig eerste plek op. En dan hopelijk, maar voilà, de mens erna rijdt er al over. Michael Indurain doet er nog eens 37 seconden sneller over. En hier komt nu Ulrich, onze grote concurrent. Die heeft 82 tijdrijden. Ja, hij heeft 10 veel minder. Dus we verliezen sowieso tijd vandaag met Argentin. Nibali komt hier binnen van Tosh. Op 9e plek voorlopig. Hier komt Jan Ulrich. En die gaat nog eens over de tijd van Michael Indurain. Rijdt Bjarn Ries op 50 seconden liefst. En hier komt Argentin. Een heel minder dan 70 tijdrijden zelfs. Dus ja, dat is wel een groot verschil. Een verschil van meer dan 10 wat tijdrijden betreft liever. En Argentin komt binnen als 39 op 2 minuten 14 van Jan Ulrich. Dus van de 4 minuten voorsprong gaan er nu al zeker 2 of meer dan 2 minuten af, waardoor dat iets minder dan 2 seconden het verschil wordt. Dan gaan we eens even valideren dat dat klopt. En dus Ulrich wint de tijdrit voor Indurain. En ja, wel 1 minuut 54 nog op Ulrich. En er moeten nog 2 bergritten aankomen. Het zal niet makkelijk worden om dat vast te houden. Voilà, we zijn nu in de eerste van de 2 bergritten. En zoals je kan zien, zeer zware bergritten. We zijn met Baffi en Jarman in ontsnapping. 12 man. Dat is een mooie groepje. En ja, Baffi stuur ik natuurlijk zoals altijd mee. En Jarman eigenlijk ook, om zo in de latere nog iets te doen. En hier zitten we op deze klim. En gelost met het hele team. En dat is Jarman zit zo goed als leeg. Dan moet Bjarn Ries. En dan is Argentin die bijna leeg zit. En het is nog 2 kilometer klimmen. En daar rijdt de grote groep met alle favorieten. Waaronder ook Jan Ulrich. Mijn grote concurrent. En moet Ries al gaan rijden voor Argentin. Maar ja, Ries mag niet te rap rijden. Want dan loopt Argentin zo hard leeg. Omdat Ries veel meer klimmen heeft. En dan gaat Nibali zelfs nog eens doortrekken. En ja, kijk. Iedereen hard hier ook. Het is een volledig slagveld aan het worden op deze steile klim. Want dat was het toch wel. Hier zit ook Jalabert, die ook kolos is, blijkbaar. En ja, we moeten met de Ries rustig aan doen. En hier is de grote groep, of de groep der favorieten met de 14 man. En WMX-UCV heeft nog een knechtje mee, onder de naam van Vinokourov. Die natuurlijk volledig zijn eigen zal doodrijden. En Kim Kirchen is ook nog teruggekomen, want die zat ook nog tussen mijn groepje. En de groep der favorieten. En hier zit Ries vol te rijden voor Argentin. Op 58 seconden. Maar voor die klim. Hier gaat net beginnen. We zijn al aan de voet. Dus het ziet er niet goed uit. Het ziet er naar uit dat we niet meer gaan terugkeren vandaag. Ries is nu ook gelost. Helemaal leeg gereden. En nu moet Argentin zelf het tempo gaan bepalen. En er is niemand die hem helpt. We zitten nog dan met 4 man in zijn wiel. Maar er is niemand die mee wil rijden. Een mens of wel, maar die rijdt te traag. Ik wil 70, maar die wil maar tussen de 60 en de 65 rijden. Dus die gaat veel te traag. En hier is Vinokourov ook zo goed als leeg. En dan is Jan Ulrich zelf die tempo gaan maken. Allemaal om zoveel mogelijk tijd te pakken op Argentin. Minuut 19 is het nu. Dus voorlopig virtueel rijden we nog in het geel.
Maar ik vermoed dat snel gedaan zal zijn. Nu weer zijn om de slotklim. Argentinië is volledig stilgevallen. Bernerys is terug kunnen komen. En ja, nog 12 man in het peloton. Of in de groep de favorieten. En ja, hier zit Argentinië al op 4 minuten. Dus we zijn volledig die gele trui kwijt. Het was een mooi initiatief om te proberen geel te behalen met Argentinië op het einde van die tronche. Maar de twee klimritten en de tijdrit eigenlijk ook zijn toch te zwaar gebleken. 5 minuten achterstand hebben we nu. En de groep der favorieten rijdt nu richting top. En het spat hier helemaal uiteen. Jan Ulrich zit leeg. Harkt heeft de hele slotklim op kop gereden om zoveel mogelijk tijd te pakken. En ja, daar profiteert nu iedereen van die in zijn wiel zat. Die demareert weg van hem. En hier zit Argentinië. Ja, niemand rijdt nog. Kijk eens. Heel traag gaat het hier vooruit. En hier is Jan Ulrich. Hier zit Nibali. Die als derde over de top gaat komen. Bardet en Bugno zullen waarschijnlijk strijden voor de etappezegen. En hier komt Argentinië over de top. Op voorlopig 7 minuten van de eerste renner in koers. Bardet en Bugno. Waarschijnlijk een tweetal minuten daarachter. Rijdt Jan Ulrich. En hier komen we ook over de streep. Ondertussen heeft Gianni Bugno de sprint gewonnen van Bardet. Nibali is nog derde geworden. En hier komen Ries en Argentinië samen over de streep. Verliezen allebei veel tijd vandaag. In dikke 7 minuten zal het worden. Ja. De laatste keer dat Argentinië in zijn gele trui over de streep zal komen. Helaas. Oh. En we zitten nu in de slotrit. En ja, met Argentinië is het zo goed als gedaan. Dus nu gaan we proberen nog met Bernerys een etappezege te behalen. Ondertussen zijn we weer gelost. Argentinië was gelost. En ja, we gaan die even terugbrengen. Allee, ja, Ries was gelost omdat hij heel ver van achter zat in de peloton. En dus op de eerste klim meteen op achterstand werd gereden omdat hij niet doorkomt. En ja, een soort van slotoffensief. Ries en Argentinië in de ontsnapping. In eerste instantie mochten we wegrijden, maar nu mogen we van het paarse team, waarvan ik totaal geen idee heb welk team het is, of wat de naam daarvan is, mogen we niet wegrijden. En ja, jammer, want misschien hadden we nog wat kunnen doen. Ik sta ondertussen op 4 minuten 29 met Argentinië, zoals je linksonder kan zien, op de derde plaats. Zeer jammer, en we zitten nu hier op de Col de la Madeleine, volgens mij het dak van deze ronde. Het hoogste punt dat we ooit, of dat we dit rondje zullen bereiden. En ja, Argentinië zit leeg op een zevental kilometer van de streep. En we willen nog Joho en Jarman. Voilà, en we wachten zelfs nog op Furlan. Voilà. En we zitten hier nu met nog 3 man bij Argentinië. Wat handig is, want dan kunnen we misschien in de lange afdaling die volgt van de Col de la Madeleine proberen terug te komen. We zitten nu op 2 kilometer van de top van de koers. En we gaan proberen met Bernerys de rit te winnen vandaag. Aangezien het met Argentinië zeker niet zal lukken. En we proberen te demareren. Want er zitten niet veel knechtjes hier meer in dit groepje. Dus als we een gat kunnen slaan van wat nu lukt met 4. Dan zal het moeilijk worden voor die andere 8 om nog terug te komen. En ja, daar gaat Nibali. Die is heel goed in vorm de laatste dagen blijkbaar. En hier zit de rest allemaal aan het harken of niet aan het meerrijden. En we komen hier met 3. Bernerys moet zich volledig doodrijden. Maar we komen hier wel met 3 over de top van de Col de la Madeleine. En ja, hopelijk kunnen we met 3 goed samenwerken. Maar ja, de groep komt terug en de samenwerking stopt. En het valt hier volledig stil. Wat ik natuurlijk niet erg vind, want ik heb daarachter nog 4 man, waaronder in het groepje van Argentinië. Dus 3 knechtjes voor Argentinië die daar vol kunnen gaan rijden. Om proberen terug te komen. Hè. Joho, Furlan en Jarman. En ja, hopelijk. We zitten nu op 2 minuten van de kop van de koers met Argentinië. En dan beginnen ze te rijden vooraan. Omdat ze doorhebben dat die groep aan het terugkomen is. Nog 2-tal minuten. Voilà. Er is een hele grote groep. En krijg hulp ondertussen van heel veel mannen. Van Rincon nu ook. Die daar net Bernerys en Argentinië niet wou laten wegrijden. In de ontsnapping. En ja, die trekt er heel goed vandoor. Want Jarman en Argentinië moeten bijna lossen. En dan komt met Ries nu boven op deze klim. Met nog 12 man. Er rijden er 2 man voor. Waaronder Nibali. Die weer al is weggereden. En ondertussen zit Argentinië nog altijd in die achtervolgende groep. Op ondertussen 4 minuten. Of toch bijna 4 minuten. Voilà.
met nog 18 man. Hopelijk kan de samenwerking hier terug tot stand komen en hopelijk nog eens proberen op terug te komen, want het zal vooraan wellicht weerstil vallen op het moment dat Nibali is ingerekend. En inderdaad, dat gebeurt net voor de slotklim, komt de groep van Argentinië terug en zitten we met 36 man in het peloton op nog 11 kilometer van de streep. De vraag is natuurlijk hoe... Argentinië zit er helemaal achteraan, dus die zal wellicht niet meedoen voor de etappe zeggen als het er ooit al in zat. Voilà, op een 3,5 kilometer van de streep zit die leeg, Argentinië. Maar Ries nog niet. En dus gaan we proberen met Ries nog die etappezege te behalen. Iedereen valt hier aan. Het gaat hier heel snel ook. Ja, Ries moet proberen natuurlijk niet te hard leeg te lopen. Hier is Argentinië die lost. Dat hij nog kan sprinten op 1,5 kilometer. Heeft hij nog een beetje over. Maar valt dan hier in deze bocht gaat het ontzettend hard. En ik probeer Jan Ulrich te volgen, die heel hard aan het rijden is. En Jan, die loopt eigenlijk leeg met in zijn wiel te zitten. En we zijn nu leeg, dus voilà. Alle mensen rijden ons voorbij. En we gaan die sprint winnen. Rominger, Bugno. Oh, zij aan zij. En wie gaat het halen? Is het Rominger of is het Bugno? Ja, dat gaat de fotofinish worden. Maar ik denk dat het toch Rominger zal worden, die er in de laatste meters nog voorbij gaat. Ik denk het wel. Het is inderdaad Rominger die wint voor Bugno en Indurain. Fignon is vierdes, Jan Ulrich vijfdes. En Ries wordt nog tiendes. Dus nog een top 10 plek. In de laatste rit van deze ronde. En hier Argentin, die verliest nog eens 3 minuten vandaag. Dus zal op 7 minuten eindigen in het algemeen klassement. Wat heel jammer is. 7 minuten. Dus zonder tijdrit had hij wellicht ook verloren. Of ja, sowieso, want dan waren het er maar 5 geweest. Maar ja, toch heel knap gedaan van Argentinië. Heeft een ritje gewonnen. De allereerste, denk ik zelfs, van dit rondje. Dus ja, heeft een achttal dagen in het geel gereden, wat een ongelooflijk mooie prestatie is. En ja, dit is nog eens de uitslag. Rominger wint voor Bugno in Indurain. Nibali van Tosh wordt nog achtes. Ulrich van WMX UCV wordt vijfdes en wint ook dit rondje. En Bjarne Ries wordt tiendes, op nog 34 seconden zelfs. Verliest dus nog tijd vandaag, maar niet veel. En dan ja, het algemeen klassement ziet er als volgt uit. Jan Ulrich wint dus met 54 seconden voorsprong op Rominger. Nibali op 5.13, Argentinië op 7.17. En Bjarne Ries, ja, ver van achter op 24 minuten. Voilà, dit was het dan voor vandaag. Als jullie het leuk vonden, laat dan zeker een like achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Bye bye.